Zo benieuwd hoe het wordt en het is zo speciaal. Ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat worden. Allemaal. Nou, ik ben even alleen op deze video, want Christa heeft vandaag dus de tatoeage, maar door omstandigheden kan ik daar niet bij zijn, zeg maar. Dus dan filmen we even apart van elkaar het stukje van het begin van deze. Oh, hallo Loki. Van deze video. Het is zo spannend. Ze krijgt vandaag de tatoeage. Ik ben zo benieuwd hoe het wordt. En het is zo speciaal wat het gaat worden met die vlinder die voor symbool staat voor onze moeder. En een vlinder van mij en Christa. En dat in verbinding weer staat met elkaar en de lievelingsbloem van onze moeder en Leni. Dus ik ben echt heel benieuwd naar het resultaat. Oh, en dat was Puk. En we gaan het zien. Dus Christa zal zo ook nog wel even wat zeggen voordat de tatoeage gezet gaat worden. En dan ga je dit hele proces zien. Even kijken. Hallo allemaal, hier ben ik even alleen. Ik ga over een kwartiertje weg, ga ik naar de tattoo shop en nu ziet het er dus nog zo uit. Kijk, een lelijk litteken. En strakjes word ik dus getatoeëerd en dan gaan we tussendoor proberen te filmen en sowieso nadien. En dan zien jullie straks het eindresultaat. Ik ben al een klein beetje zenuwachtig, maar niet echt heel veel. Ik heb er vooral heel erg veel zin in. Ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat worden. Dus tot later! Pijn. Doet het pijn? Pijn? Nee. Niet van het tatoeëren en even gedoucht inmiddels. We zijn een paar uur verder en het is zo mooi geworden. Ik ben er zo blij mee. Daar komt ie.
nu in de badkamer even, maar de belichting is misschien niet zo heel erg goed. Dus er komt zometeen nog wel een filmpje die ik bij daglicht heb gemaakt. En dan zien jullie het nog wat beter, maar ik ben er echt super blij mee. Het is zo prachtig mooi. Dat was hem. En Marusha zal ook vast nog even in het filmpje komen om iets erover te zeggen. Doei! Wat is die mooi geworden! Ja, het is helemaal gelukt, ondanks de corona maatregelen en heel wat gedoe, is het toch gelukt. En ik ben zo blij voor mijn zus. En ik ben zo trots erop en trots op haar. En sowieso ook op de hele tatoeage dat ik daar ook... Oh, hallo, Loki weer. Dat ik daar ook in verwerkt ben, zeg maar. Heel speciaal. En in ieder geval... sluit ik dan nu op deze manier nog even deze video af, want Christa heeft ook nog een stukje natuurlijk dan voor het afsluiten gedaan, apart van mij en ik dan nu. En de volgende video zal weer gewoon gezellig samen zijn. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en als je nog niet geabonneerd bent, dan zou het leuk zijn als je dat zou doen. En dan kun je op het belletje drukken om niks te missen van ons. Nou, dag allemaal!